The biggest change in cannabis policy is the acknowledgement of the medicinal benefits of the plant. An international conference on medicinal cannabis was held for the first time in the European Parliament, a major U-turn. Medical cannabis is a very fast-growing enterprise and business activity in the world, in the United States, but also in Israel. And we are losing ground, we're losing time. One of the key themes to emerge from the conference was the confusing regulatory landscape of the cannabis market across the EU. And it is a mess in Europe. The Danes approved a medical cannabis program this year, starting in 2018. While in Hungary, cannabis is still the devil's drug. In the Netherlands, the oldest controlled medicinal cannabis program in the world, the use of cannabis is no longer covered by health insurance. The Dutch Advisory Commission concluded there is no scientific proof cannabis is a medicine, but the Dutch government has allowed to export more than 300 kilos of controlled weed to Germany. There, patients will get their cannabis reimbursed. Oh, that's ridiculous. Of all the stupid suggestions. Hey. And in Italy, the army aims to produce the best quality medical marijuana. Do you still get it? It's official. I'm lost. Wat dat betreft is het eigenlijk wel heel bizar wat Suver nu voor allemaal aan het doen is. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn er inmiddels die per post een medicinale olie krijgen? Rond de 10.000 mensen help ik nu. Er gaat zo'n 20 liter wietolie per week uit op dit moment. En nog steeds geen politie? Nou ja, ik heb nieuws voor je, we hebben Steven. Nieuws. Ik heb toevallig de afgelopen week een brief mogen ontvangen van het hennepteam Noord-Nederland. Ik ben ze aan het inlijsten op dit moment. Het is de vierde brief die ik heb gekregen. En ditmaal ging het over het vervaardigen en het verspreiden van lijst 1 van de opiumwet wietolie. En het lijkt er dus op dat we dat proefproces nu gaan beginnen. Oké. Okay. Ja, maar dit is inderdaad, want jij hebt nu hoe lang? 2,5 jaar? 3 jaar? Ja, bijna 3 jaar nu. Bijna 3 jaar. Je hebt vanaf dag 1 gezegd van laat ze maar komen. En nu lijkt het dus te gaan beginnen. Nou, het is heel bijzonder te noemen dat ze er dus voor hebben gekozen om een briefje te sturen. Ja. In plaats van een grootschalige aanval met invallen in alle social clubs. Dus wat dat er gaat, geeft het de burger een beetje moed. Maar je moet wel realistisch blijven, dat vertelde mijn advocaat me ook. En het is absoluut mogelijk dat ze ook zeggen een sommatie gaan doen met het stoppen van de illegale werkzaamheden van de stichting. Dat is het meest gunstige geval. En in het derde geval zouden ze me ter plekke staande kunnen houden. En zou het een langdurig verhaal kunnen worden. Dat is echt inderdaad dan de... Oké. Okay. Dus dat wordt... maar hier heb je eigenlijk al die tijd je op voorbereid. Want wat is jouw stap dan? Mijn stap is om gewoon een eerlijk en transparant verhaal te gaan houden tegen de rechtbank en officieren van justitie. Zoals ik dat altijd ook in de media gedaan heb. Ik denk dat dat de power is om dit hele verhaal te doorbreken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er mensen zijn zoals ik en Bernard en veel andere volvechters van cannabis. Dat je op een rustige, vriendelijke, beleefde manier toch tegen die draad ingaat. En zegt van jongens, dit gaat helemaal nergens over. Ja. Want Els, want je hebt zelf, jullie hebben geen plantjes meer, zeg je? Nu wel, hè? Dus wij zijn helemaal terug opnieuw begonnen. Oké. Maar kun je al die mensen die jullie hielpen, hoe hebben jullie dat dan kunnen continueren? Wel, wij hebben van onze afdeling in Brussel, die hebben ons de eerste financieel enorm gesteund. Zodanig dat wij al de huur konden betalen en dat wij ook kwekers terug konden afnemen van kwekers. Weliswaar in afbetalingen. En elke kweker heeft ook gezegd, oké, wij doen mee, wij gaan mee in het verhaal. Dan is dat maar zo en dan duurt dat misschien 3 maanden vooraleer dat wij helemaal... Dat speelt geen rol. Daardoor is dat allemaal door de goodwill van niet alleen leden, kwekers, vrijwilligers, maar ook zelfs niet-blowers, die ons gewoon via Facebook of die zijn er wat gesteund hebben, zodanig dat dat eigenlijk een massawier en dat wij van overal steun kregen en dan hebben wij gevochten. En we zijn er bijna. Okay. Ja. Want Hidde, want ik net ook al bij Ed Rosenthal even, dat grote bedrijf, Amerikaanse, Canadese, Canopy, de grote bedrijven die gewoon goedkoop gaan produceren, hier op de Nederlandse markt ook gaan opereren, naast Bedrocan.
Is dat te stoppen? Gaat het door, denk je, dat mensen gewoon zelf, hè, waar jij ook voor pleit, hun eigen plantje mogen blijven kweken? Ja, ik denk zeker dat daar ook met grote bedrijven eromheen echt nog ruimte voor blijft. Je ziet daar inmiddels in de bierbrouwerijen, er zijn een aantal hele grote en steeds meer mensen die dat klein en hobbymatig doen. Ik denk de ruimte is voor die beide. Ik ben het ook met Ed Rosenthal eens dat ja, als we echt gaan legaliseren, zullen er grote bedrijven komen die hiermee aan de slag willen. Dat is denk ik niet tegen te houden. Ik denk wel dat de cannabisgebruiker veel kritischer is dan bijvoorbeeld de alcoholgebruiker en veel beter zal gaan kijken naar waar komt mijn product vandaan. En zeker als die mogelijkheid er is, als er een etiket op zit, wie heeft dit gemaakt, dan verwacht ik er een hoop meer voor een product van Rinus of Els gaan kiezen dan een product dat door de Heineken van de cannabis wordt gekweekt. Ja. Want Rinus, wat hoe belangrijk is dat je gewoon, dat je zelf kan bepalen wat je kan kopen. Dat dus bepaalde olie, voor de een is het, werkt dit zo en voor de ander werkt het weer anders. Hoe belangrijk is om dat onderzoek waar je dus mee bezig bent, om dat te perfectioneren, zodat je eigenlijk inderdaad een hele variatie aan mogelijkheden hebt? Ik denk dat het heel belangrijk is om voor als eerste een plantje vrij te maken. Dus dat iedereen gewoon zijn eigen keuze kan gaan bepalen. Waarom wij de wetenschappelijke onderzoeken willen starten in samenwerking met doktoren, is omdat die ons moeten gaan vertellen welke werkzame stoffen in welke strain te vinden is. Ik denk dat het op deze manier een samenwerking zou moeten worden. Maar mijn strijd gaat puur over het vrijmaken van het plantje. Vergis je niet. Ik zal nooit mee gaan doen in een grote industrialisatie. Dan ga ik underground en ga ik hetzelfde doen als wat ik nu doe. En nog even, want we hebben het nu over. Ik wil het toch even noemen, want jij zit hier ook naast me. Maar het is niet alleen dat je in Nederland bezig bent. Je bent ook op andere plekken en onder andere in Suriname ben je bezig. Ja, hoe is dat gelieerd aan Souvenir van de Sons? Nee, dat is niet gelieerd. Okay. Kijk, je moet het zo zien. Het cannabis is ook niet te binden aan één persoon. Het is een internationaal product en er wordt wereldwijd over gesproken. Er is heel veel vraag naar kennis en informatiestromen. En ik denk dat het gewoon heel goed is dat we gaan delen. Dat we kennisstromen gaan delen met regeringen die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik ben heel blij dat wij die steun ontvangen vanuit het ministerie vanuit Suriname. En ik ben heel trots dat de delegatie hierbij is. Zeker. Hey Els, want dat is toch waar jij vandaan komt, als je dit soort dingen hoort. Dat zou een droom zijn, hè? Oh, nee, wij hebben nu zo'n klein landje. We hebben dan nog Vlaanderen, we hebben Wallonië. In Wallonië zijn ze ervoor en hebben ze een wetsvoorstel doorgevoerd. Ja, we gaan een project opstarten. We gaan een cannabisclub doen. En wij zitten al 12 jaar in Vlaanderen. En dan denkt je, alsjeblieft, mensen, praat tenminste met elkaar. We zijn al veel verder. En dan hebben we nog een Maggie de Blok, die dan alle mogelijke medicinale, die houdt dat gewoon volledig tegen. Dus ja. Wij proberen de mensen zelf hun olie te laten. Dat de workshops. Zo maak je uw olie, we kunnen ze niet uitdelen. Want we gaan niet provoceren, maar we geven workshops voor olie te maken. We geven workshops, zo stikt uw plant in de grond, zo moet je dat doen, doe het thuis. Dat iedereen eigenlijk zijn eigen plan kan trekken. Ja. Ja. En Hidde, wat zijn, de apotheken, de dokters die nu weer net hebben verklaard om het niet uit te schrijven, dat genootschap. Wat kun je nog meer doen wat jullie doen? Wat kun je nog meer doen? Nou, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om die dokters ook goed te gaan informeren. Die universiteiten goed te informeren met een goed verhaal. En een verhaal waar ook dat publiek iets mee kan. Dus inderdaad die wetenschap erbij pakken. Er is enorm veel wetenschap. We hebben inmiddels een database met 12.000 onderzoeken. Dus het een heel klein beetje klinisch onderzoek en heel veel preklinisch onderzoek in. Maar als je gaat praten ook met de wetenschappers die hiermee bezig zijn, die verbazen zich ook volledig waarom een product waarvan ze al decennia proberen aan te tonen dat het niet veilig zou zijn. Dat blijkt steeds veel veiliger te zijn dan we eigenlijk keer op keer verwachten. Waarom dit niet gewoon veel vrijer al gebruikt wordt. Je ziet wereldwijd die tendens wel. En in Nederland komt dan eigenlijk vanuit het niets een NHG met een oordeel. En in de krant staat vervolgens, ja, medicinale cannabis werkt niet volgens dat genootschap.
ga je vervolgens het rapport echt bekijken, dan staat er enkel dat de cannabis van Bedrocan niet werkt. Ja. Althans, het is niet bewezen. En dat klopt ook, want er is nog nooit onderzoek gedaan met de cannabis van Bedrocan. En dan niet genoeg, niet klinisch. Dus is het niet bewezen. En ja, in de kranten en de pers komt het naar buiten alsof het überhaupt niet bewezen is. Ja, en wat mij betreft zijn we echt weer een paar jaar terug in de tijd voor al die mensen die langzaam deze kant op bewogen. Die krijgen een groep huisartsen die zeggen, dit werkt niet. Ik vind dat een hele slechte en een vreemde ontwikkeling als je kijkt naar hoe het globaal zich ontwikkelt. Ja. Hey, en Rinus, je hebt het over dat het onderzoek en dat soort dingen, dat ook op een gegeven moment dat mensen ook willen zien wat ze gaan krijgen. Wanneer gaat het bij Souvenu gebeuren dat je ook weet wat je, zeg maar, op een etiketje of iets? Ja, kijk, wij zijn nu bijna klaar met alles. Dus ook ons analyselaboratorium draait gewoon al. Wij willen alleen de regeltjes blijven volgen, zoveel mogelijk. En dat houdt in dat als je een legitimate bedrijf als een analyselaboratorium, dan zal je moeten wachten tot je ontheffingen krijgt. Nou hebben wij het geluk dat we een collaboration samen met het Van Hall Instituut hebben geregeld. Een contractbasis, dus een echt contract. En dat betekent gewoon dat wij onze double check kunnen gaan doen op de HPLC-methode om de profielen te maken. Dit is een revolutionaire ontwikkeling op zich, denk ik. Wij willen dus op deze manier zometeen, en dan praat ik over weken nog, echt gaan beginnen met hele duidelijke QR-codes met terpeenprofielen en cannabinoïdeprofielen erop. Okay. En zitten jullie ook al een beetje op het met blockchain en dat soort dingen, dark web-achtige dingen, of is dat allemaal nog ver van het bed van de social clubs en op deze manier? Nee, wij zijn daar in ieder geval helemaal niet mee bezig. Nee. Hey Els, want ik wil langzaam weer afronden, denk ik. Maar is er nog iets wat je wil vertellen over vanuit jouw strijd en hoe de toekomst en hoe je daarnaar kijkt? Eigenlijk vrij positief. Door hetgeen dat er gebeurd is, bij ons in België dan, door Trikt Uw Plant en ook door de vader van Sophie eigenlijk, is er heel veel, zowel medicinaal als, want wij zijn... Het recreatieve en het medicinale in België is echt wel gescheiden. Hè? Dus dat is een heel verhaal, maar ik ga dat niet... Maar daardoor is er wel heel veel debat opengebloeid. Zowel op televisie als bij regeringen, universiteit, samenwerking. Dus er leeft heel wat, nu hopen wij, met de verkiezingen. Dat ze zo ergens dat één partij stemmen wilt winnen, misschien. Ik weet het niet. Okay. Dus, maar wij hopen, want de N-VA momenteel, dat zien we niet zitten. Dus ja, wij zijn aan het afwachten en aan het hopen. Wij weten ook niks niet meer van ons proces of zo. Ze durven daar volgens onze advocaat niet echt goed aankomen. Wat dat voor ons goed is, want dat wil zeggen dat we sterker worden op dat vlak eigenlijk. Dus ja, dat ze toch wel rekening moeten gaan houden met ons. En we weten het niet. Oké. Okay. En heren? Jouw toekomstbeeld wat betreft dit onderwerp? Ik heb ook elke keer heel veel hoop, ook in de politiek. En nu hebben we eindelijk een partij in de politiek die heel erg voor de legalisering zei te zijn. En er komt er een experiment, wat en eigenlijk geen experiment is. En zo lang duurt dat hun er ook niet meer over gaan beslissen. Maar daar zit hele medicinale toch eigenlijk helemaal niet? Nee, maar dat gaat om recreatief legaal. Dan kunnen mensen dat product ook vervolgens medicinaal gebruiken. Dus ik heb hoop, maar je wordt elke keer wel heel erg teleurgesteld. En ik zie meer in de visie zoals Rinus dat doet, maar ook individueel voor de mensen zelf. Als wij de komende zomer in 1 miljoen tuinen 1 plant hebben staan, dan is de discussie voorbij. Dan hoeft er geen politieman meer een straat in te rijden, geen officier van justitie zich meer mee te bemoeien. 1 miljoen planten en dan is de hele discussie omzeild. Ja. Zo is dat. Aan de slag. En Rinus, en nu? Met die brief en zo? Ik ben helemaal blij, man. Ik vind het een goede zaak. Kijk, ik ben dit begonnen om een proefproces hierover te krijgen. Ik vind het een te gek voor woorden dat dit al 40 jaar op deze manier gedaan is en nog steeds. Mijn visie is gewoon heel duidelijk. Ik vind dat het plantje vrij moet komen. Ik vind dat iedereen gewoon zijn 5 plantjes of zijn 10 plantjes moet kunnen opkweken. En that's about it, man. En als ze dat niet gaan doen, dan komen ze maar op. Dan gaan we de strijd aan. En zo moet het. Oké. Ik wil toch nog even vragen. Zijn er mensen uit de zaal die iets willen vragen aan deze mensen hier op het podium? Zijn er nog vragen?
Nou, dan sluit ik eigenlijk deze discussie. Is er nog iets wat jullie kwijt willen als laatste? Nee. Nee hoor. Nee? Dan wil ik jullie hartelijk danken voor deze discussie. Els, Hidde en Rinus. En hartelijk applaus. Dank u wel. Your source of Cannabis News. Cannabis News Network.